Sinds middernacht zitten we in de hardste lockdown tot nu toe. Meer sectoren dan ooit moeten hun deuren tot 19 januari dicht houden. Ook in de detailhandel moeten ze er nu aan geloven. Financieel is deze sluiting echt wel een enorme domper die desastreus kan worden. Een zeer moeilijk jaar. En normaal werk je 11 maanden om de 12e maand wat te verdienen. Als je dan de laatste maand op deze manier moet afsluiten, dan heeft dat gewoon desastreus gevolgen. En aan wat voor gevolgen moet ik denken? Nou, dat is in ons geval interen op de late reserves. En ik noem met name late reserves omdat wij juist tijdens de eerste lockdown behoorlijk hebben geïnvesteerd. We werken hier met 32 man. Gemiddeld werkt men hier zo'n 10 tot 12 jaar. En dan moeten we ook daarna gaan kijken. Tot nu toe snap ik de beslissingen van de overheid grotendeels wel. Alleen 5 weken dicht vind ik wel echt heel lang. Ja, dit is natuurlijk een voorbeeld van een ondernemer die tot nu toe wel op een bepaalde manier zijn werk kon blijven doen en nu toch echt dicht moet. Dat zie je veel nu, hè, in dit nieuwe rijtje wat is aangekondigd. Ja, denk ik ook. En precies, je ziet dat de overheid natuurlijk wel de portemonnee heeft getrokken om de eerste klappen voor veel van die bedrijven op te vangen. In termen van loonkosten, ook een deel vaste lasten. Maar wat deze meneer ook vertelde is interessant. Je teert wel in op je reserves. En de paradoxale situatie kan zich dus voordoen dat wanneer dadelijk het vaccin is uitgerold en de overheid de steun gaat afbouwen, dat dan alsnog heel veel bedrijven door hun hoeven gaan zakken en failliet gaan. Ja, en dat is dus dat komt dan eigenlijk pas zodra de steun wordt afgebouwd, ja, dat, of terug moet worden betaald misschien? Ja, dat is dus de klap na de klap. Op het moment dat je dus eigenlijk de bevolking is gevaccineerd, de winkels kunnen allemaal wel open, maar op dat moment ben je eigenlijk berooid en ontbreek je de financiële armslag om nog te investeren in je zaak. Ja, dan zijn er ook economen, bijvoorbeeld van de Nederlandse Bank, die zeggen van een lockdown hoeft niet per se slecht te zijn voor onze economie. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, het wat natuurlijk wat economen vaker hebben gezegd in de afgelopen maanden ook, er zijn veel onderzoeken gedaan nu, is wat eigenlijk slecht is aanmodderbeleid. En dat is voor een deel toch wat we in het najaar hebben gezien vanaf de late zomer. Dat het toen na die eerste lockdown leek eigenlijk dat de problemen voorbij waren. Dat waren ze natuurlijk nog helemaal niet. En vervolgens is er enorm geaarzeld, heel veel gediscussieerd welke maatregelen moeten we wel en niet nemen. En de overtuiging van veel economen is dat je dus beter een korte stevige klap kan uitdelen om dat virus uit te schakelen, terug in zijn hok te krijgen. Dan dat je heel lang een beetje het idee van als er een file is en je rijdt op de linkerbaan met z'n allen en voordat je het weet sta je weer op de rem. Nou, de economische schade die je daarmee aanricht is ook vrij groot. Dus in die zin zou je kunnen zeggen we zijn nu van dit aanmodderbeleid af. Er is duidelijkheid, dus dat is dan fijn. Zou je tenminste kunnen zeggen dat er nu duidelijkheid is? Je kijkt een beetje... Er is duidelijkheid over wat allemaal niet mag. Wat ik nog steeds niet duidelijk vind is dat... Het komt toch erg over als paniek als je het vergelijkt met dat er een week geleden nog gesproken werd over mogelijke versoepelingen. Die cijfers zijn heel erg hard opgelopen. Men gooit nu alles in de strijd wat men heeft. Dat zou je kunnen begrijpen. Maar wat dan precies de verschillende maatregelen voor effecten hebben, waarin het in het najaar in het kabinet nog grote ruzie over was. Omdat men zei, ja, we kunnen dit wel doen, maar waar leidt dat dan uiteindelijk toe? Hoeveel levert het eigenlijk op als je dit doet? Dat hele aspect is nu uit zicht geraakt. Wat dus betekent dat de nood hoog is. Nou ja, dat zie je in die cijfers ook wel. Maar of datgene wat nu gedaan wordt precies ook echt de resultaten per maatregel zal bereiken. Ja, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, weet je, sterker nog, ik denk dat... Volgens mij gaan we een lange winter tegemoet. Je ziet nu eigenlijk al net Robert Willems ook. Dat is al de aftrap voor de discussie. Wanneer kunnen we gaan versoepelen? En ik zou daar voorlopig maar niet op rekenen. Ja. Ik denk dat tuurlijk op het moment dat het aantal besmettingen daalt, kan er misschien wel iets vanaf. Maar ga er toch maar vanuit dat totdat dat vaccin inderdaad is uitgerold, dat we in dit soort situaties blijven zitten. Ja. Toch waren er ook andere economen minder negatief, omdat die vooral afgelopen maanden dat er versoepeld was. Dus bijvoorbeeld in juni, juli en augustus. Mm. Dat de boel zich heel snel herstelde. Dus dat we in principe dus heel veerkrachtig zijn. Is dat dan toch het goede nieuws waar we op moeten hopen? Er zijn een paar goede dingen. We hebben natuurlijk, als je Nederland vergelijkt in het tweede kwartaal met andere landen, is de klap hier aanzienlijk minder hard aangekomen. We hebben het nu ook, dit is voor ons gevoel een zware lockdown, maar de zware lockdowns zoals we die in Frankrijk en Spanje zagen, toch politiestaatachtige situaties waar je zonder verklaring niet de straat op mocht, als je die niet op zak had. Dat hebben we natuurlijk altijd weten te vermijden. Ik vond het dus een lichtpunt was dat de minister-president gisteren in die toespraak zei, ga vooral sporten buiten. En dan denk ik, nou ja, dat betekent dat we onze bewegingsvrijheid nog hebben. Maar vergeet ook niet dat hele grote delen van de economie, de industrie, et cetera, draaien gewoon door. Er zijn miljoenen Nederlanders van het huis en het werk. En dan zie je dat die verregaande digitalisering die we hebben, dus
enorm voordeel voor een land als Nederland is. Omdat we daarmee dus de schade beperken. Ja. En daar kun je hoop uit putten. En dan die 3 maanden dat de boel versoepeld was in de zomer. Daaruit bleek dus ook die cijfer dat de economie zich goed herstelde, snel herstelde. Precies. Omdat mensen toch geld blijven uitgeven. Ja, en dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Van op het moment dat dit achter de rug is, dan zul je een stuk inhaalgroei gaan zien. En zelfs als we begin volgend jaar nog een klap krijgen door wat er nu gebeurt. Nou, dan wordt dat wat naar voren geduwd. En dan komt het jaar erop, komt extra inhaalgroei. Dus uiteindelijk, ja, het zal een paar jaar duren voordat we terug zijn op het niveau van 2019. Ik bedoel, voordat we dat welvaartsniveau weer hebben. Maar uiteindelijk komen we daar wel overheen. Ja. Het is niet zo dat we reddeloos verloren zijn opeens. Nou, dat is fijn, toch? Ja, en ik vind... Ik zoek een positieve... Ja, dat is heel fijn, Sean. Ja, naast inhaalgroei ook inhaalvakanties moeten afspreken. Ja, daar ben je daaraan toe? Jij ook, volgens mij. Ja, wij allemaal, denk ik. Maar goed, voor nu is het de tijd van dat de bedrijven dus met steunpakketten overeind gehouden moeten worden. En dan hopen dat we daarna... Ja, de tijd uitzingen. Ja, niet met z'n allen. En laten we in gedachten bij al die ouders en kinderen zijn die klein wonen en die echt gewoon lastige weken tegemoet gaan. Want dat is echt heel vervelend. Als je de ruimte niet hebt en je moet het met elkaar zien te rooien, mag je hopen dat de sfeer goed is en dat iedereen zijn best doet. Ja.